Ja, die is klaar. Daniel Knibbeler, zijn coach, achter hem. Hij zal hem even een lift geven naar de rekstok. En nu gaat het moment beginnen. Hij had 15.600 in de kwalificatie. Kan de leeuw van Lemmer de draak van China verslaan? Dat is de vraag die al beantwoord is. Mits hij deze oefening vlekkeloos uitvoert. De anderhalve draai naar Ellegreep. Dat is goed. Dan moet nu gaan vliegen. Dan moet het nu gaan komen. De Cassina gestrekt. Jawel. Onmiddellijk. Jawel. Hij heeft de tweede te pakken. De eerste combinatie is er. Dan moet de Coleman komen. Hier komt de Coleman. Jawel. En daar komt de Gaylord 2. Hij heeft het gehaald. Vier vluchtelementen op rij. Maar dan is het nog niet klaar. Hij gaat door. Hele draai naar Ellegreep. Dan nog het doorsteken naar een halve draai. Jawel, dat gaat goed. Werk netjes, Epke. Het gaat om de foutjes. Houd de foutjes buiten boord. Ga door. Hele draai, de kwast. Nu moet hij nog vliegen. De Flying Dutchman. Hij gaat daar omhoog. Hij vliegt. Epke Zonderland. Doet weer een fantastische oefening met vier vluchtelementen. Het is zijn plan A wat hier volledig tot zijn recht komt. En hij krijgt hier ook al een applaus van Uchimura. Ja, sinds Londen heeft iedereen grote waardering voor Epke Zonderland. De grensverleggende turner. En hij heeft hier gekozen voor de combinatie van twee vluchtelementen. Daarna weer twee vluchtelementen. Dat is een plan A. Want hij zegt, daarmee kan ik het net turnen. En kijk eens hoe keurig die benen houdt gesloten. Precies op armlengte afstand pakt die rekstok weer. Het is een perfecte timing. Het is ongekend. Hier zien we de Coleman techniek. En zie, hij reikt naar de rekstok en hij pakt ze met rechte armen. Dan komt nog de Gaylord 2. Dat is die salto voor waarover pakt hij een ondergreep. Kijk, hier is hij. En dan gaat hij gelijk door in de reuzendraai, een ondergreep. Het ziet er allemaal zo eenvoudig uit. En het is niet eenvoudig. Het is uniek wat hij doet. De hele wereld bewondert hem wat hij hier aan de rekstok laat zien. En het zijn niet alleen de hele wereld. Het zijn ook die miljard Chinezen die hier zien dat een turner uit zo'n klein landje al die Chinezen met al die internaten hier eigenlijk gewoon ja, de draak mee steekt, zo zou je het kunnen zeggen. Epke Zonderland heeft hier weer een formidabele prestatie geleverd. En ja, dat kan niet anders. Dat hij moet hier boven die 15.725 komen. En hij gaat zelfs boven de 16. Hij gaat naar 16.225. Kijk, 7,7 plus 8,525. Hij heeft dezelfde uitvoeringsscore als Uchimura, maar heeft een halve punt moeilijker in de D-score. En komt op 16.225. Een score die we in deze Olympiade na Londen nog niet hebben gezien op het scorebord.